Hallo, welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Clio E.2 16V in de uitvoering Rip Curl. De kleur van de auto is Gris Eclipse, donkergrijs, en de auto is van maart 2007. Deze auto heeft onder andere lichtmetalen velgen, een elektrisch bediend panoramisch glazen schuifdak met twee glazen dakpanelen. De voorste schuift over de achterste helft heen. Hier de bagageruimte van de auto. In deze uitvoering werd een kunststof beschermbak achterin meegeleverd die in compartimenten onder te verdelen is. Dus die kun je gewoon zelf verdelen op die manier. Die kan er uiteraard ook gewoon uitgehaald worden. De achterbank is in twee delen weg te klappen, 1/3, 2/3. Dus op die manier is die ruimte eventueel nog een stuk verder uit te breiden. Hier de achterbank van de auto met drie hoofdsteunen achterin en drie driepuntsgordels. Achterin ook een glazen dakpaneel. Zowel voor als achter is glas. Als die open gaat schuift de voorste over de achterste heen. Maar daardoor heb je wel heel veel lichtinval ook op de achterbank. Het is een heel ruimtelijk gevoel. Deze zijn eventueel ook af te dekken. Er zit dus een zonnescherm voor als de zon er pal op staat. Hier in het bestuurdersportier de bedieningsknoppen voor de beide elektrische ramen. Het bestuurdersraam heeft een comfortstand, dus als je die een keer kort doet, gaat hij in zijn geheel naar boven of naar beneden. Hiervoor de spiegelverstelling. Hier kun je selecteren de linker of de rechter spiegel en dan gewoon als een joystickje heen en weer dan kun je hem verstellen. De spiegels zijn ook verwarmd, die staan doorgeschakeld op de knop van de achteruitverwarming. Hier de koplamp hoogteregeling, de verlichtingshendel, hier de mistlamp. Hier de bekleding van de auto. Deze heeft specifieke bekleding vanwege zijn uitvoering. De Rip Curl was de enige met deze bekleding. Hier dan het dashboard van de auto. Met bovenaan de totale kilometerstand. Rechts naast het stuur dan het hendel van de ruitenwissers. Dat is deze. Deze is van de regelbare interval. En de buitenste is van de achterwisser. Die twee zijn van de boordcomputerfuncties. Als ik op dat bovenste knopje druk, loopt hij de dingetjes van de boordcomputer. En daarmee kun je ook wel neerbladeren. De gegevens van de boordcomputer loop je daarmee langs, met die twee. Daaronder de radiobediening. Die kun je dus met de handen aan het stuur met de vingertoppen bedienen. Hier zit de volumeregeling. Aan de achterkant zit een draaiwieltje voor de voorkeurzenders en hier de audio-source knop. Het display van de radio zit boven in het dashboard met rechts daarnaast klokje en buitentemperatuur. Hier het ventilatierooster, is met deze open en dicht te draaien. Het verwarmingspaneel. De auto heeft handbediende airconditioning. De radio zelf. Het is een radio met cd die mp3 bestanden ondersteunt. Hij heeft de stuurbediening, het display boven in het dashboard zitten. En hij heeft een audio connectbox, die zit hier in het dashboardkastje verstopt. Daar zit onder andere een USB en een auxiliary aansluiting. Dus daar eventueel een USB stick met muziek erop aansluiten.
De Ripcurl had ook een wat zwaardere eindversterker en wat betere speakers. Dus een radio met heel mooi geluid erin. Alarmknipperlichten, centrale portiervergrendeling. 5 versnellingen. Hier zit dan nog de aansteker, stroompunt. Bovenin de bediening van het elektrisch bediende schuifkanteldak. 1 standje naar rechts, dan gaat hij naar de kierstand. Dan staat hij dus aan de achterkant een klein stukje open. En dan heeft hij een paar voorgeprogrammeerde standen. Zo gaat hij meteen al een redelijk stukje open. En nog iets verder. En nog iets verder. Zo staat hij helemaal open. Even dicht doen. En er zit dus net als achter een zonnescherm. Voor als de zon erop staat om de boel wat koeler te houden binnen. Hier de boekjes van de auto en de beide contactsleutels. Het zijn 2 voorwaardige sleutels, dus allebei met afstandsbediening van de centrale portiervergrendeling. Deze auto hebben we altijd bij ons in onderhoud gehad. Kijk voor meer informatie over deze auto op onze website. En graag tot ziens bij Garage Bakker.